ondersteunen, zo naar beneden. En je wilt op die traptop drukken. Wat gebeurt er dan? Dan kom je dus op die anti-kiepsteun. Dus dan kan die stoel niet achterover. Dus op het moment dat je buiten gaat rijden, onder begeleiding, is het wel goed als je stoep op en af moet, om dus die anti-kiepsteun omhoog te zetten, zodat je er geen last van hebt bij de stoepen. Kijk, en nu kan ik de stoel rustig kiepen. Woep, kijk, en zo kunnen we de stoep op. Dan heb ik de steunen iets omhoog gedaan, want als ze helemaal om zitten, dan kan de rem weer niet naar beneden. Dus het is een beetje pas en meten. Nu staat hij op de rem. En nu is hij eraf. Kunnen we weer rijden. Deze anti-kiepsteunen. En we gaan nu eens even experimenteren hoe we dan de stoep afgaan. Dus we gaan nu eerst eventjes achteruit die stoep af. Kijken of dat lukt. Kijk, we gaan er nu af. En ze komen hier dus tegen die grond aan. Dus daarom moet hij iets omhoog zijn. We zijn er nu af. Nou zou je dus, als je dus omhoog gaat, zit je met de voetplaten vaak. Kijk, die lopen dan vast tegen de stoeprand. Als we nu vooruit de stoep afgaan, dan is dat vaak voor de cliënt een beetje eng. En wat er gebeurt, is dat er dit, hè, de voetplaten op de weg komen. En dat is niet handig. En daarom is het beter om achteruit de stoep af te gaan. Waarbij je dus moet opletten dat de anti-kiepsteunen omhoog staan. De anti-kiepsteun staat vrij laag. Maar er zit een soort veertje in. En daar kan je hem dan mee omdraaien. Als je dan naar buiten gaat, dan heb je er geen last meer van. En zo draait hij weer terug. Dit zijn anti-kiepsteunen. Die kan je dus verstellen in hoogte. Dus als je naar buiten gaat, hè, dan kan je hem zo inklappen of omhoog schuiven. Dat je er net geen last van hebt, maar dat je ook net niet kiept. Ja, ja.